Het is misschien goed om te melden dat VNO, de vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad, fungeert als een briefstembureau. En dat betekent dat mensen niet alleen vandaag kunnen komen stemmen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland, maar de mensen die zich geregistreerd hebben en mogen stemmen in dat kader, kunnen hier eigenlijk al anderhalve week terecht. Dat houdt in dat sinds 13 november mensen hier hun briefstembewijs kunnen ophalen en ook hier op het kantoor kunnen stemmen en meteen hun stem kunnen achterlaten. Die stemmen hebben wij inmiddels binnen. Van de 538 stemgerechtigden zijn er tot nu toe ongeveer 400 binnengekomen en we verwachten in de loop van de dag nog veel meer stemmen binnen te krijgen. Die worden vanaf 3 uur geteld. Het is een belangrijke dag voor Nederland omdat de Tweede Kamerverkiezing natuurlijk een feest van de democratie is. Dus mensen kunnen hun stem laten horen en kiezen voor de richting van het land. En daarom komen er veel mensen opdagen. Arubaanse Nederlanders kunnen wel stemmen voor bepaalde verkiezingen. Dan heb je bijvoorbeeld de verkiezingen in het kader van het Europees Parlement. We hebben een keer gehad dat hier bijna 20.000 Arubaanse Nederlanders bij VNO zijn komen stemmen. Dat had er misschien toen ook mee te maken dat er Arubaanse kandidaten op de lijst stonden. Maar dit zijn verkiezingen in het kader van de Tweede Kamer in Nederland. En dan mogen mensen komen stemmen die 10 jaar in Nederland hebben gewoond. Dat is een voorwaarde die in de kieswet staat. Maar er zijn ook bijvoorbeeld andere verkiezingen. Dan heb je het kiescollege niet ingezeten en met betrekking tot de Eerste Kamer. Daar kunnen mensen ook voor stemmen. Dus er zijn eigenlijk 3 verkiezingen waar mensen vanuit Aruba aan mee kunnen doen. En het is heel belangrijk om je te registreren op bij de gemeente Den Haag via de website stemmenvanuithetbuitenland.nl. Dus ik roep iedereen op die dit keer niet mee kon doen omdat hij of zij zich niet op tijd heeft geregistreerd om dat nu te doen. Want dat is belangrijk om te zorgen dat bij een volgende verkiezing de gemeente Den Haag automatisch een e-mail kan sturen. En dat wij hier uw stem bescheiden kunnen uitreiken en dat u hier kunt komen stemmen.